We gaan naar Rotterdam ook volgend. Ongelooflijk. Nee? 22 jaar na, pin voor tijd. Jij zag hem en toen op een gegeven moment je bent gaan lopen. En toen ging je de confrontatie aan. Maar waarom deed je dat? Die confrontatie, het is gewoon meer om te attenderen dat er ook nog mensen zijn die wel degelijk weten wie hij is. Weet je? En voor mij is het gewoon een politiek moordenaar. En dan heb ik zoiets van Pim Fortuyn, die kon zich niet verdedigen. Die is gewoon laf met 6 kogels op de flank afgeknald en door zijn hoofd. Door hem.